Uh, het gaat goed, maar ik heb wel uh, ja, het is wel een heel behoorlijk jaar geweest 2014 voor mij uh, ik begon eigenlijk al uh, met mijn vader, die begin dit jaar overleden was, in maart. En uh, helaas kanker. Uh, dat ging eerst wel toch al vrij netjes allemaal. Maar het laatste half jaar was in één keer heel snel gebeurd. En uh, ja, dat is wel heftig, want we zijn een hele close familie. Dus we hebben heel veel samen gedaan. Ik heb wel heel veel advies van hem gekregen. Ik heb heel veel tijd met hem nog doorgebracht. Waardoor ik wel sterker uiteindelijk door dit geheel uh, kan terugkomen. Maar dat neemt wel eens een tijd. Ik heb een druk jaar gehad, ook wel in de motorsport. Dus dat is wel positief. Maar ja, nu is het, het seizoen voorbij. En dan ga je, heb je iets meer tijd om andere dingen op te pakken dan wel over na te denken. Hemelvaartsdag 2009. Een training voorafgaand aan een wedstrijd voor het Nederlands kampioenschap tellende. Op een stratencircuit. Wat natuurlijk wel. Ja, dat wel het risico met zich meenam. Echter, ik had een contract met Yamaha waarin toch ook wel vermeld stond dat ik toch wel moest gaan racen. Ik wou het niet, ondanks dat ik eerste stond in het kampioenschap, wat een grote verrassing was. Ben ik toch gaan rijden. Omdat dat, ja, dat draait om de seintjes. Hè. En dat is uh, inmiddels met een beetje sportmanagement know-how, weet ik wel hoe belangrijk dat is. En ik ben gaan reizen en na vijf rondjes ging het grandioos fout Dan ben ik met ruim 200 een boom geknapt. Ik werd wakker in het ziekenhuis. Het was 20 over drie, dat zie ik nog goed, die klok voor mij en ik begon te schreeuwen en te schelden en van alles, want ik verging van de pijn. Ik had zo'n enorme pijn, ik had dat nog nooit gehad. En, uh... Ja, voordat ik het wist, werd ik platgespoten en ging ik weer slapen. Een uurtje, twee uurtjes daarna werd ik weer wakker en vervolgens stonden mijn vader bij me, mijn team bij me en die keer stonden er allerlei mensen om me heen. En die gingen mij vertellen dat, uh, ja, dat er toch wel iets uh, ernstigs was gebeurd. Op dat moment was, ik, uh, was mijn lichaam zo getraumatiseerd en had ik zo'n blackout, zeg maar, dat ik niet uh, kon terughalen wat er daadwerkelijk was gebeurd. Ik kon terughalen tot wat er... Uh, Totdat ik het rechtstuk op reed. En later na is eigenlijk teruggekomen. Het moment tot aan het aanremmen, zeg maar, van de bocht. Dat, dat moment is teruggekomen, dat ik in contact kwam met een andere kleur, dat is teruggekomen en voor de rest eigenlijk niks. Pas na drie jaar kwam ik erachter dat ik echt een heel ernstig letsel las toen ik een boek las met de berichten van de, van de arts. Toen pas begreep ik echt van wow. Echt grandioos erg geweest, want het was niet een letsel, maar het was ook nog een dubbel letsel. Het waren twee schade, of ja, twee dingen die heel erg kapot waren. Je hebt vijf zenuwen in je ruggenmerg zitten, waarvan vier van de vijf uit mijn ruggenmerg zijn getrokken in mijn nek. Maar je hebt er ook nog een netwerk, je, je plexus brachialis, ook dat is kapot. Dus het was NN. Dus stel, het netwerk was kapot, dat hadden ze misschien kunnen maken, maar als ze sterker uit het stopcontact is, dan is het bekeken. Nee, nee, helemaal niet. Ik heb alleen er soms moeite mee wanneer ik jonge talenten en coach ben langs de baan. Wanneer ik ze langs de baan zie, hè, dan remmen ze bijvoorbeeld een bocht in en dan duurt het bijvoorbeeld heel lang voordat het gas weer opendraait. Ja, dan heb ik wel een zoiets van: laat mij dat maar eens doen. En ik kan het gelukkig nog wel redelijk. En uh, ik ben blij dat ik nog überhaupt iets kan. Maar ja, goed. Dan heb ik toch wel zoiets van, hmm, dat had ook anders gekund. Ik had, eh, dat wil ik toch nog wel graag een keer voordoen. Het besef dat het echt over was, heb ik nooit gehad. Dat ik nooit meer kon rijden. Eh, want dat vertelde me al, je zou nooit meer kunnen auto rijden, fietsen, motor, Laat staan racen, want dat kwam natuurlijk als laatste. En toen dacht ik zo, ja, wat nou, kan die auto rijden, kan niet fietsen? Motorrijden, ja, daar had ik toch al heel snel mijn zinnen op gezet, maar motorrijden en racen is dan wel een heel groot verschil. Dat is dan het, uh, het verschil waar ik nu dan nog tegenaan loop. Maar tegelijkertijd, nee, ik heb niet uh, geaccepteerd en ook niet beseft op dat moment van, uh, oké, okay, dat is echt grandioos over. Dat moest nog blijken, zeg maar. Dus daar heb ik uh, op een gegeven moment mijn zinnen op gezet. En uiteindelijk is het tegendeel ruim gebleken, want ik heb zelfs al meerdere keren op het circuit gereisd. Ik heb daar jongens mee voorgereden. En ik reed binnen een x aantal rondjes reed ik een redelijk snelle tijd op het circuit van Assen, die snel genoeg was om mee te kunnen doen met de Nederlandse jeugd. De top zelfs inmiddels op dit moment. Dan denk ik ook, als ik binnen vijf rondjes zo'n tijd kan neerzetten op Assen, terwijl ik niet gesport had, niet getraind had, alleen maar gerevalideerd. Toen had ik gezegd: dus geef me een kans, dan komt dat goed. Dus dan denk je toch wel eens: wat alles, maar ja, dat telt dat niet. Ik was eerst stratenmaker. Dat stratenmaken, ja, dat, dat was natuurlijk heel snel van de kaart. Ik heb wel eens een paar dagen met mijn broer meegelopen, maar dat was puur om weer energie te krijgen, zeg maar. Uh, maar ja. Dan ben je eigenlijk, uh, dan kom je erachter dat je toch een, een, een ander soort opleiding moet gaan volgen. daar ben ik uh, vervolgens, omdat ik ja, niet meer kon werken in, in, in het stratenmakersberoep, ben ik sportmanagement gaan volgen. Uh, dat beviel me uiterst goed om te werken met uh, um, termen en... en, 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 en ...processen waar ik eigenlijk nooit naar keek. Omdat ik topsporter was, dan heb je toch een klein beetje die tunnelvisie... ...van ik wil mijn resultaat behalen, wat er rondom heen gebeurt. Dat maakt me niet zo heel veel uit. Maar juist nu, om die know-how te hebben van een topsporter... ...en het, het, het businessleven rondom een topsporter... ...ja, dat vind ik geweldig. Dat, 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 op een of andere manier trekt me dat zo enorm. En daar merk ik, je bent beperkt... ...maar het levert wel andere dingen op... Als coach in de motorsport ben ik heel, heel snel, een jaar na mijn ongeluk, ben ik daar al mee begonnen. Maar inmiddels wil ik wat meer. En uh, ben ik ook, uh, heb ik uh, verschillende evenementen al georganiseerd in de motorsport. En ja, zou ik toch wel graag wat meer in de management uh, van een motorkreur dan wel een sporter wat willen opereren. Maar daarnaast merk ik dat dat niet per se in de, in de sport hoeft. Dat, dat, dat is inzetbaar op zoveel bedrijfstakken in, in, in de maatschappij. Dat is... Overal haal je details eruit die je kunt verbeteren, en dat is wat topsport het verschil maakt, waar het bedrijfsleven van kan leven of kan verbeteren. Uh, wat ik op dit moment uh, eigenlijk in de wintermaanden richt ik me iets meer op het, uh, op het bedrijfsleven om daar presentaties aan te verzorgen, uh, wat ik daarmee wil doen, is een stukje bewustwording. Hè. Uiteindelijk draait het toch. Ben ik korter de borg zwart op wit, hè, dan zeg ik, het leven draait om bewustwording. Hè. Je, je gaat pas eten wanneer je denkt dat je moet eten, maar je gaat ook pas leren wanneer je denkt dat je moet leren. Een bedrijf kan pas eh, verbeteringen aanbrengen wanneer ze beseffen dat het, het functioneert niet goed. Maar vaak om dat besef bij te brengen, moet je eerst eh, kijken naar anderen. In dit geval bijvoorbeeld een topsporter of een ex-topsporter. Waar ik heel graag mee werk, zijn bewustwording, houding, gedrag en, en discipline natuurlijk. Nou, op dit moment uh, werk ik ook uh, samen met een afgestudeerd filosoof. Uh, die geeft ook cursussen aan het uh, bedrijfsleven, ook, maar ook aan de overheid. Daarin uh, maakt hij mensen met opdrachten cursussen. zijn dus eigenlijk kort bocht, bewust uh, over hoe ze beter te werk kunnen gaan. En in die combinatie met bewustwording zoals ik dat doe en zoals hij dat doet... ...proberen we iets heel moois neer te zetten voor het bedrijfsleven. Zodat we niet alleen het Bedrijfsleven daar wat aan heeft, maar ook de topsporters, ex-topsporters, scholieren, ja, en toch een beetje toch wel gericht op het bedrijfsleven daarin, dat we daar uh, verbeteringen kunnen aanbrengen, dat we mensen bewuster kunnen maken, maar met name kunnen triggeren waarom je bewust moet zijn om iets kunnen, uh, te kunnen realiseren. En ja, daarin proberen wij nu uh, een weg te vinden zodat wij onze, uh, ja, onze kwaliteiten bekendbaar kunnen mogen maken. Ik zou zoveel graag uh, wel mijn passie weer willen laten spreken. Dat ik een, een extra toegevoegde waarde voor een bedrijf kan zijn. Dat ik een, een toegevoegde waarde voor de maatschappij ben en daarin mijn passie kan laten spreken. Dat ik, alles wat ik heb opgedaan, dat mag niet verloren gaan. En dat zal ik nooit verloren laten gaan. Maar ik doe er wel alles voor dat ik dat uh, kan inzetten. En op dit moment ben ik toch wel een beetje in afwachting naar die mensen die dan dadelijk zeggen: Nou, Joey. Kom jij maar eens hier, gaan we eens aan de gang voor ons. Wat ik al zei, daar zou ik veel meer in willen doen. Natuurlijk, met de motorsport wil ik wel betrokken blijven, maar ook daarin komt dadelijk ook een tijd van komen en gaan. En dat betekent dat ik me eigenlijk iets meer wil richten op het normale leven, om het zo voorzichtig uit te drukken. Het, het kwam erop neer, het ging over het, het Paralympisch topsport. En ja, ik wist dat niet zo goed. Want daar zit een stukje acceptatie ook in, dat je daadwerkelijk iets had. Alleen had ik dat boekje van mezelf al lang dichtgemaakt. Ik ging met die mensen in gesprek en ik had er eigenlijk op. Ge... was er een beetje van uitgaan dat ik daar misschien een presentatie voor mag, zou mogen geven. Of dat ik misschien iets anders voor ze kon doen. Maar hun wouden mij op de fiets hebben. Ja, en toen ben ik op die fiets gaan zitten en uh, had ik een wattage-test. Ja, en die ging verrassend goed. Ja, ik, uh, hij zei zo meteen: ja, Je hebt de echte benen van een baansport. Ja, ik zo. Het zal wel. Hè. Wat hun uiteindelijk aangaven is dat ik... Uh, ik mag meedoen met trainingen van hen. Ik kan instromen bij hen. En als ze willen, als ik echt dat gewild... En wellicht wil ik het ook wel. Dan kan ik me voorbereiden op Rio 2016. En ik was eigenlijk een beetje perplex. Omdat, wil ik dat nog wel? Kan ik dat nog wel? Ja, ik kan dat. Daar ben ik direct wel van overtuigd. Wil ik dat nog wel? Dat wist ik niet. Omdat ik toch ook wel graag iets... Uh, ja, eigenlijk mijn... Uh, mijn maatschappelijke carrière graag wil opbouwen en daarom zit ik daar nu toch nog een beetje steeds in dubio. De deur staat nog steeds wagenwijd open bij de NOC en NSF. Maar ja, ik wil toch ook een beetje zekerheid in mijn maatschappelijke carrière. En dat betekent toch dat er ja, uiteindelijk toch een beetje centjes op, op tafel moeten komen. En, ja, dan, dat, dat is voor mij nog een beetje zoeken wat ik daarmee moet. Ik neem me gewoon de tijd even om alles op een rijtje te zetten. Maar ondertussen probeer ik wel, uh, wat ik al zeg in te zetten voor het bedrijfsleven dat ik daar uh, mijn eigen zekerheid natuurlijk, maar ook andere mensen mee kan helpen. Want ik merk wel dat mijn visie is mensen helpen, bedrijfsleven helpen, uh, uh, organisaties helpen. Ja, en dan daar uiteindelijk zelf ook wijzer van te worden. Het mes snijden aan twee zijden, dus dat is wel op een of andere manier zit dat er bij mij wel heel erg in.